Wat troost u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan dit het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart voel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. De eeuwige vreugde die ons deel is. 1. Bij de ingang der ziel in de eeuwigheid. 2. Bij de ingang van het lichaam in de eeuwigheid. 1. De belijdenis van de eeuwige vreugde spant de boog van deze aarde en uit deze tijdelijkheid naar het land waar de zon nimmer daalt, omdat God zelf zijn zon is en brengt ons tot de eeuwige werkelijkheden. Maar dit niet los van de tijd, dit niet zo alsof die hemel geheel op zichzelf zou staan en met de aarde niets te maken heeft. Want deze belijdenis begint te spreken over dit leven en over deze wereld. Zij noemt immers Christus ons hoofd. En die band met Christus is in de tijd openbaar geworden. Zij zet de jubel van het eeuwige leven in met dit machtige, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart voel. In dit nu is het heden hier. Dit nu is ons verblijf in deze tabernakel. Dit nu is de tijd die hier ons toegemeten wordt. En in dit nu moet gekend worden het beginsel van dat eeuwig, wat eeuwig genoten zal worden. Dit predikt de belijdenis in het woordje na de maal. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat eeuwige blijdschap ons deel zal zijn, omdat wij hier reeds het beginsel der zaligheid genoten, want wij krijgen niet omdat wij hier iets merken of voelen, maar na de maal heeft hier de betekenis van gelijk, zoals. Nadien ik hier op aarde reeds het beginsel kende, zal straks de volkomenheid voor mij opengaan. En deze volheid is het deel van hen die hier reeds de voorsmaak genoten van wat eeuwig wacht. En van hen alleen. Dit schone begin trekt heel scherp de scheidslijnen. Niet allen gaan de eeuwige vreugde binnen. De weg is nauw die ten leven leidt. Al staan de poorten ook wijd open en weinigen zijn er die vinden. Het is de weg van het beginsel der vreugde, ja, maar een beginsel dat in de smart over de zonde ontkiemt en alleen in de waarachtige bekering tot God haar levens vatbaarheid heeft. De eeuwigheid staat hier niet los van deze aarde. Hier mag het beginsel der eeuwige blijdschap gekend worden. Het begin komt straks, wanneer het vaderhuis opengaat en God alle tranen van de ogen afwist. Maar het beginsel is er hier al. Dat is het zaad dat de geest des Heeren in onze harten zaait en daar zich ontplooit, eerst heel teer en zwak, maar straks in alle eeuwigheid tot volle ontwikkeling komt, bloeiend en kleurend in het licht van God en van het Lam.
Dat beginsel is de voorsmaak, nee, meer niet, en toch ook niet minder, van die zaligheid die hier geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. En deze voorsmaak moet hier worden gekend. Waarin? In de hemelse visioenen en de overweldigende zielsverrukkingen. Nee, beperkt dit beginsel niet tot het privilege van een enkele vaak overdreven naturen, die hier engelen horen zingen en vreugden zien neerdalen, en verengt dit beginsel ook niet tot wat de Heere soms aan zijn kinderen op het sterfbed geeft, dat zij boven deze aarde de hemel reeds open zien en Gods boden horen ruisen, die hun het hemels welkom toewuiven. Dit beginsel is veel wijder en rijker, want het is, nee, niet een uitwendig besef of een sentimentele gevoelsaandoening die vluchtig voorbij gaat, maar het sterke geloofsvertrouwen in ons hart, dat al onze zonden om Christus wil vergeven zijn, dat onze schuld uit Gods boek is gedaan, dat onze heiland voor ons plaats bereidt, dat de reis gaat naar het vaderland en dat wij van het einde van die reis zeker kunnen zijn. Een geloofsbesef dat met heel veel ongeloof en vleeselijkheid te worstelen heeft. Onze ziel kleeft zo dikwijls aan het stof. We kennen zo weinig hemel verlangen. We voelen ons veel te goed thuis op de aarde. De genieting der tijdelijke dingen vervult vaak zo sterk onze harten dat er voor het voelen der eeuwige vreugde, zij het in het beginsel, bijna geen plaats overblijft. We geven te veel aan onze aardse begeerten en aan onze zonden toe, en we moeten ons over onze wereldgelijkvormigheid voor God diep verootmoedigen. Maar in de weg van die verootmoediging heft de Geest des Heeren onze harten tot de hemel op, en dan vloeit zijn vreugde in ons. In die vreugde trilt het heimwee naar Gods eeuwige zalen. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Ja, door alle leed van dit leven heen, door de weedom van de rouw en de pijn van de moeite, door tranen die hier geschreid worden, blinkt de lach over de vreugde die wacht. Gods kinderen kennen het beginsel, en waar is een vreugd, een kalmte, een heil, zo zalig als dit hoogst genot. Het vloeit uit God en keert tot God, het heeft nog maat, nog perk, nog pijl, in Jezus is mijn zalig lot, verborgen bij mijn God. Zo heeft dan een iegelijk, die gelooft, hier al het eeuwige leven. Maar die vreugde blijft op deze aarde onvolkomen. Zij behoort de eeuwigheid toe. En bloeit daar pas in volle schoonheid, als een bloem die zich in al haar wilde ontsluit in het milde zonlicht. En wanneer wordt nu het beginsel tot begin? Wanneer gaat de poort de zaligheid open? Onze belijdenis geeft op deze vragen het antwoord, als ze zegt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan, dat is gelijk tot Christus haar hoofd, zal opgenomen worden. En ze leidt ons tot het geweldig keerpunt in ons bestaan na dit leven. Dit leven, dit aardse leven heeft dus een einde. Het duurt, hoe lang de mens het ook zoekt te rekken, niet voort.
Heen spreekt de dunne wand, de tijd en eeuwig, die tijd en eeuwigheid scheidt, en wij moeten sterven. Dit is de ernstvolle boodschap die in deze troostende belijdenis tot ons komt, en we kunnen het licht van die troost alleen aanschouwen tegen de donkere achtergrond van ons einde. Een einde dat wel voor Gods kinderen een doorgang is tot het eeuwige leven, maar waarover zich toch altijd de schaduwen strekken van de bezoldiging der zonde. En schaduwen die bang zijn. In ons sterven ontvalt ons al het aardse. In ons sterven worden we weggerukt van hen die ons lief zijn. In ons sterven breekt de band die ons lichaam met onze ziel verbindt. Dan keert de geest tot hem die hem geschapen heeft en keert ons lichaam tot stof en verbrijzeling weer. Dit is een grote verborgenheid. Wij kunnen ze niet doorgronden. Welke verklaringen we ook zoeken voor het bestaan der ziel en de verhouding tot ons lichaam, we kunnen slechts de schrift naast zich spreken die ons openbaart dat wij een tweeërlei bestaan hebben, dat zij lichaam en ziel noemt, en dat in ons sterven die beide van elkaar gaan, het eerste tot de ontbinding en het tweede naar het eeuwig huis. Om die verbreking en om die scheiding is men gaan spreken van de onsterfelijke ziel tegenover het sterfelijk lichaam. Een spreektrend die in de Heilige Schrift niet die steun vindt die men vermoedt. Want zij zegt ons dat alleen God de onsterfelijkheid heeft. In onze geloofsbelijdenis drukt zich artikel 37 zo uit dat de ongelovigen in het laatste oordeel onverderfelijk zullen worden. Het komt er maar op aan wat we onder de onsterfelijkheid verstaan. Is zij voor ons die staat waarin geen oordeel des doods ons treft? Dan is nog het lichaam, nog de ziel, en dit laatste zeggen we met nadruk, onsterfelijk, want we liggen van nature met heel ons bestaan onder de last van de dood. Betekent onsterfelijkheid dat wij niet vernietigd kunnen worden? Dan is ook ons lichaam onsterfelijk, want het zal, zoals we straks nog zullen zien, herrijzen. Maar bedoelen we er dit mee dat na dit leven er een bewust voortbestaan is, dan geldt dit alleen voor de ziel die of ter helle vaart of door Gods engelen gedragen wordt in de door Jezus toebereide woning. Dit laatste is het geweldige van ons sterven. De lichamen van allen, ook van Gods kinderen, op enkele uitzondering als Henoch en Mozes en Elia na, keren weer tot verbrijzeling. Maar de zielen gaan de duisternis in. Of het licht. En hoe zal het met ons zijn, wanneer die beslissing voor eeuwig valt en er geen wederkeer mogelijk is uit het eeuwige huis tot de tijdelijke woning, om daar ons leven nog eens over te doen en ons tot God te bekeren? Waarheen gaat onze reis als Gods hand ziel en lichaam scheidt en Hij ons oproept om voor Hem te verschijnen? Onze belijdenis staat bij deze vraag niet verlegen. Zij heeft van de Geest Gods, die het beginsel der eeuwige vreugde in ons hart werkt, het antwoord geleerd. Want Gods kind houdt in het sterven, als alle banden breken, één gemeenschap over. Dat is de gemeenschap met Jezus Christus.
Hij is, zo zegt onze catechismus hier, ons hoofd. En wanneer wij die taal willen verstaan, moeten we even terug tot het laatste antwoord van zondag 18. Dat over het nut van de hemelvaart van Christus aldus spreekt. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Hij is het hoofd van zijn lichaam, van zijn gemeente. En ieder der zijnen mag van dat lichaam lidmaat zijn. Welnu, dit hoofd Christus kan zonder dit lichaam niet. Hij kan niet zonder een van zijn leden. Nu hij in de hemel is, moeten ook zij daar komen. Vader, zo heeft hij in zijn hogepriestelijke bede gesproken. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Johannes 4, vers 24. Ik wil dit op grond van mijn volbrachte werk. En ziet, nu is de verhoogde Christus door alle eeuwen bezig de zijnen tot zich te trekken. Het heerlijk hoofd is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt. En hij doet dit reeds in hun sterven. Dan mogen de dood van alles wat hier op aarde is ontscheiden. Maar die vijand kan ons niet van Jezus scheiden. Niets kan zich dringen tussen zijn liefde en ons. En geen macht van dood of graf rukt mij ooit van Jezus af. Christus houdt die band vast. O, wonder geheim des levens. In hetzelfde ogenblik dat de ogen breken en het hart niet meer klopt en het met de mens hieruit is, neemt onze heiland, ons hoofd, van stonden aan zijn verlosten tot zich, om ze dan reeds te doen genieten van het begin der vreugde, wie het beginsel zij in dit leven reeds in hun hart voelden. Hier, dit geschiet, hoe dit geschiet, blijft ons hier een verborgenheid. Van stonden aan, zegt de belijdenis, en zij wijst daarmee alle fantasieën van een vage vuur, of een zielenslaap, of een tijdelijk verblijf in het dodenrijk, als onschriftuurlijk af. Daartoe is de mens gekomen, omdat hij wijzer wil zijn dan men behoort wijs te zijn. Doch wij willen ons in alle eenvoudigheid buigen voor de schriften, die ons de blijde boodschap van dit begin der eeuwige vreugde in rijk gevarieerde toonaard brengt. Gij zult mij leiden naar uw raad, zingt Asaf, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen, Psalm 43, vers 24. Heden, zegt Jezus tot de moordenaar aan het kruis, zult gij met mij in het paradijs zijn, Lucas 23, vers 43. De Heer Jezus roept de stervende Stefanus uit, ontvang mijn geest, Handelingen 7, vers 59. Ik heb, schrijft de apostel Paulus, begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Filippenzen 1, vers 23. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van u aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hun na. Openbaringen 14, vers 13. Dan wordt de ziel opgenomen tot haar hoofd, om met hem te zijn. En op die gemeenschap legt onze belijdenis de nadruk. Zij spreekt geen woord van hemelse zaligheid. Zij noemt zelfs het vaderhuis niet. Voor haar is de vreugde, de eeuwige vreugde, dat wij bij Jezus, bij de Heere zijn, met alle verlosten die ons zijn voorgegaan,
in de gemeenschap met hem, die dan door geen zonde wordt verbroken, is de blijdschap en de hemelse vreugde. Zeker, ook de gemeenschap met de Vader. Maar deze is alleen mogelijk in en door Jezus Christus, door hem en zijn verzoening in de hemel, voor ons schoon en zalig. En dit zal onze niet te beschrijven wilde zijn, dat wij onze heiland zien oog aan oog en met hem in het Vaderhuis eeuwig mogen verkeren om aanbidding te brengen aan God en aan het Lam. Hoe het nu in de hemel is en waarin de eeuwige vreugde zich uiten zal, is voor ons een verborgenheid. De schrift spreekt er wel van in de gelijkenis van de arme en toch eeuwig rijke Lazarus. Zij doet ons horen de stemmen van de zielen onder het altaar, die roepen om de dag der heilige wrake Gods. Zij laat ons verder in de openbaring het zien van de zaligheid van hen die uit de grote verdrukking komen. Maar dan spreekt zij in de taal der symboliek en schuift het gordijn dat de toekomst verbergt voor ons niet weg, zodat we hier reeds op aarde nauwkeurig weten wat ons te wachten staat. Wel kunnen we uit wat Jezus in de gelijkenis van Lazarus zegt en wat hij predikt over het ontvangen in de eeuwige tabernakelen, afleiden dat er straks een herkenning wezen zal. Maar hoe dit in zijn werk zal gaan, en hoe de gezaligden de rust genieten, heeft hij ons niet geopenbaard. Wij mogen ook niet proberen in te dringen in de geheimenissen. God wil dat wij hier wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We hebben geduldig af te wachten, totdat voor ons het beginsel der eeuwige vreugde tot begin wordt. We zouden al, konden we iets zien of horen of weten, het zelfs niet kunnen uitdrukken. Paulus, die opgetrokken is geweest in het paradijs, heeft daar gehoord onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken, 2 Korinthe 11 vers 4. En de Heere vraagt van ons dat wij tevreden met alles wat hij ons bekend maakte en met het beginsel der blijdschap dat wij in onze harten mogen voelen, stil zullen verlangen naar die dag waarop wij opgenomen worden tot ons hoofd en ook voor ons in vervulling gaat. Zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het Lam dat in het midden des troons is zal hen weiden en zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaringen 7 vers 16 en 17. Dat is het eeuwige huis van Gods kinderen. Maar er is ook een keerzijde. We hebben haar zo even hier genoemd. En we noemen haar nogmaals, omdat we ons er klaar van bewust zijn waarheen voor ons de grote reis gaat. Als God ons roept uit de aardse woning, er is ook een weg gebannen worden in de eeuwige duisternis. Er is ook een opslaan der ogen in de hel. Ons menselijk vernuft kan proberen die harde werkelijkheid weg te redeneren, of met een schone schijn te versieren, maar zij laat zich niet wegdringen. En onze God, die een verterend vuur is, laat zich door geen nietig mensenkind het recht ontzeggen om eeuwig te straffen hen die geen verzoening vonden in het bloed van het kruis. Er is niet alleen een eeuwige vreugde, maar is er ook een eeuwige smart.
Hoe zal ons sterven zijn? En weet gij dat u van stonden aan wordt opgenomen tot uw hoofd in de hemel? Dan kunt alleen gij alleen weten wanneer gij door het geloof in hem, die voor ons gestorven en opgewekt is, een lidmaat van zijn lichaam zijt. En hier, al is het misschien heel klein en door heel veel strijd, het beginsel, de voorsmaak der eeuwige vreugde, nee, niet oppervlakkig, maar in uw hart genoten hebt en u iets moogt kennen van het heimwee dat Gods pelgrims vervult naar de eeuwige Godstad. Dit is alleen mogelijk wanneer u voor tijd en eeuwigheid veilig geborgen weet in Jezus' sterke liefdearmen en u de enige troost kent in leven en in sterven, de troost het eigendom te zijn van hem die u kocht met zijn bloed, dan verschrikt u de dood niet, want Gods engelen staan gereed om u thuis te brengen. En daar is het vreemdelingschap voor altijd vergeten. En wij zijn in het vaderland. Het beginsel der eeuwige vreugde wordt door het sterven heen een zalig begin.